Er bestaat een eenvoudige manier in Unit 4 BI om aan een rapport een stuk metadata mee te geven wanneer deze wordt geëxporteerd. Dit is mogelijk om dit te doen via een kop- en of voettekst. Maak voor dit voorbeeld een nieuwe analyse in Unit 4 Zorgmonitor. Haal de afdelingomschrijving op uit de dimensietabel organisatie en het percentage ziekteverzuim inclusief zwangerschap uit de feitentabel ziekteverzuim. Met als resultaat: klik in de compound layout op de optie Print and Export Options. Zet de optie Header aan en klik op Edit. Vul de gewenste tekst in en vul deze aan met eventuele standaardvelden die te vinden zijn onder de knop Insert Field. Voeg ook een eigen titel in de header. Dit is namelijk de voornaamste reden om gebruik te maken van deze functionaliteit. In dit geval percentage ziekteverzuim inclusief zwangerschap. Zet de optie Display in Browser when applicable aan om het resultaat te bekijken bij het bewerken van de analyse. Klik op OK en vervolgens nogmaals op OK om het resultaat te bekijken. Klik de optie Show how results will look on the dashboard aan en kies voor Default om te zien hoe de resultaten op een standaard dashboard getoond worden.